My name is Lavinia Meyer. I'm a harpist. I started playing the harp when I was 9 years old. Mijn doel is voornamelijk om de harp als solo-instrument te promoten. Juist te laten zien hoe divers de harp is, hoeveel verschillende dingen je ermee kan doen. Dat doe ik het liefst en bij mijn concerten heb ik ook het liefst contact met het publiek. Pas 24 jaar, maar maakt volgende week vrijdag haar debuut in de Carnegie Hall in New York. Hoger is er eigenlijk voor een klassiek muzikus niet. Bij Kunst op TV, mijn gasten vandaag, harpiste Lavinia Meyer. Zij krijgt aanstaande zaterdag de prestigieuze Nederlandse muziekprijs. En dan verschijnt ook haar nieuwe cd, Visions. To do during my own concerts is not only to play a lot of different styles but also to explain about the instruments. I wanted to really take the audience with me.